En nu het nieuws van 12 uur. Goedenavond. In Den Haag heeft zich een ongeval voorgedaan, waarbij de gouden koets betrokken is geweest. De gouden koets botste met een busje dat bestuurd werd door een man van onbekende afkomst. We gaan snel over naar Den Haag naar onze verslaggever Leo ter plekke. Leo, wat heb je ons te melden? Ben ik in de uitzending? Ja? Dick, ja. Ja, we staan hier op het Lange Voorhout in Den Haag. Bij het gebouw van de Tweede Kamer. En er is hier een buitengewoon ernstig voorval gebeurd met de koets van het Koninklijk Huis. Ik heb begrepen dat het Koninklijk Huis niets heeft gekregen, geen ongeluk. Maar we hebben hier wel te maken met een familie die zich ernstig geschaad voelt in hun belangen. En daar gaan we nou ook even naartoe. Dat schijnt te zijn de familie Tokkies. Uit de Vierwijk in Wassenaar. En daar lopen we nu even naartoe om te vragen wat er is gebeurd. Ja, hallo, jullie zijn rechtstreeks in de uitzending. Ik wil graag van een van jullie weten, wat is er precies gebeurd? Nou, wij reden gewoon... Even in de microfoon graag. Wij reden gewoon... In de microfoon. Wij reden gewoon over de weg, zo. Gewoon, hè? Gewoon. Ja, wat jij wint, Tom. Zeker, Greg. Ja, en wij reden gewoon opeens, bam! Gouden koets erbovenop. En de gouden koets is tegen jullie auto aangereden? Ja! Eigenlijk zo'n buitenlander. Buitenlander, weet je wel? Ja. Oké, dus de buitenlanders hebben het gedaan? Ja, de buitenlanders. De buitenlanders wel. Okay. Of niet, Greg? Zeker, dit was een eerste reactie, de eerste reactie van de familie Tokkies. Wij gaan dit natuurlijk tot de bodem uitzoeken, want het schijnt we gaan hiermee door. Terug naar de studio. Leo, dankjewel. En daarmee is onze nieuwsuitzending ten einde. Meer nieuws in het 10 uur journaal. Vanavond. Ik wens u nog een heel goede avond. Was dat? Greg? Ja, kijk naar huizen. Oh ja. Ja, het is van die Nou? Die Atu. Oh man. Dit is van die Bea. Bea, wat ben je? Bea, zal hij maar lezen. Beste familie Tokkies. Wij zijn diep bedroefd door de beschadiging uw vehikel. Gaarne zouden wij met u in gesprek komen over dit voorval. Uit dien hoofde nodigen wij u uit op ons paleis. Geringschattend de koningin. Laten mensen hierheen komen. Ja, Winston. Of niet, Greg? Wel. Nou, laten we gewoon verder gaan spelen. Je bent. Hier, Hartley. Hey, we gaan er gewoon naartoe. Ik wil het takkenmens van de schiet. Ja. Nou? Ja. Ja. Nou, vooruit. We gaan. We gaan. Hé, hey, Muts. We gaan. Je peuk staat niet eens aan. Oh. Of wel, Winston? Nee, hij staat niet aan. Haar majesteit de koningin. Prins Willem-Alexander. Kroonprinses Amalia.
Bartok. Matok. Ruikerig en Winston. Hey, dat is Benja! Benja! Muts. Rodney. Baby Talk. Zeg, geen koningin, krijgen wij nog geld voor jou? En nou, we dachten echt meer dan een maaltijd. Maaltijd? Maaltijd! Meer dan piepen dan dat nou? Maaltijd. Dan moet je nog geld? Kom hier toe zo even. Wat vindt u? Heeft u ooit eens een maaltijd aan het hof gesmaakt? U hebt onze bus kapot gemaakt! Geld! Kapot? Geld! Geld? Geld! Ja, maar er zijn bezuinigingen. Wat hebben wij? Kom op, het is nog. Geld! Lekker hoor! Nou! Heren, geld! Heren, bedaar, wij kunnen hier toch op. Alleen maar geld! Jongens, is een auto weg. Oranje boven, oranje boven. Spoorloos. Ze hebben een meisje gevonden in Nicaragua, blond,
Wacht. Nee, nee, het is er toch niet. En recht. En aanrecht. En recht. En aanrecht. En recht. En aanrecht. Amalia! Eten! Lakai, zoek Amalia en breng haar bij me terug. Stop.
Zijn we in de uitzending? Ja? Ja, dankjewel Dick. Ja, we hebben uitgebreid onderzoek gedaan en ondertussen is gebleken ook hoe het nou precies is gegaan, wat de oorzaak is. We lopen even naar de schade aan de bus van de familie Tokkies. Loopt u even mee? Hij blijft maar niet bakken! Hier is het ook zichtbaar. Laat de bier op hem gooien. Ja, we gaan de bier op hem gooien. Terug naar de studio. Meer nieuws in de 10 uur journaal. Abonneer. Ik wens u nog een heel goedenavond.